Nou, ik heb hier dus nog een beetje een lege muur en daar wilden wij toch graag nog foto's op hangen. Dus mijn vriend heeft hexagons besteld en die liggen hier. En ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe je die zelf gemakkelijk kan ophangen. De eerste stap is natuurlijk de hexagons bestellen. Dat kan je gewoon online doen. En dan kan je ook gelijk een beetje zien wat voor soort vorm je natuurlijk wil. De maten kan je kiezen en ook natuurlijk de foto's. Nu hebben wij zowel vorig jaar als pas geleden een leuke Day in the Life shoot gedaan. Waarbij we ook op het strand zijn geweest. Dus dat is een beetje het thema van onze hexagon. Maar nou wilde ik niet per se een standaard vorm zoals ja, het voorbeeld. Dus dan is het slim om eerst eventjes alle hexagons op tafel te leggen of op de grond in de vorm die jij wil. Dus wij gaan eventjes puzzelen. Nou, dit is ongeveer de vorm die ik graag wil. Mocht je nou het hebben liggen en je denkt ook, ik wil toch net iets anders, dan kan dat natuurlijk. Kan je net bijvoorbeeld deze even wisselen. En dat kan ook strakjes, want er zitten magneetjes achter. Waardoor je ze gemakkelijk kan wisselen. En waar ik best wel verrast over ben, is de kwaliteit. Ik dacht echt dat dit minder scherp zou zijn en minder stevig. Het is echt wel hard iets, dus het is niet ja, wat flapperig karton of zo. Het is echt wel een goede kwaliteit. Nou, en zo gaat de hexagon dan dus worden. En ik ga het daar ophangen bij je tv-meubel. En dan begin ik er eerst met eentje. Die ga ik waterpas hangen. En daaromheen doe ik dan de rest. Met deze handige plaatspasser ding. Nou, ik wil dus graag dat de hexagons een beetje boven het tv-meubel vallen. En zo dan naar beneden. En wij hebben ervoor gekozen om ze te doen met deze strips op de muur, zodat ik ze altijd weer kan verwijderen. Wil je nou weten hoe je dat moet doen? Check dan ook zeker eventjes mijn andere video waarin ik dat laat zien. En ik begin dus met de eerste waarvan ik zeker weet waar de positie moet zijn. En even met mijn waterpasje zorg ik ervoor natuurlijk dat hij ook recht komt te hangen. Aandrukken. Die hangt waterpas. Mocht die nou niet helemaal waterpas zijn, door het magneetje kan je hem altijd nog een beetje kantelen. En dan kan je dus de volgende ophangen. Dat kan je makkelijk doen door even deze mating er tegenaan te houden. En dan kan je hem zo heel gemakkelijk opplakken. Even goed stevig aandrukken en hij zit. En dit herhaal je dan voor al je hexagons totdat je fotocollage helemaal compleet is. Het is dus slim om ook nog eerst eventjes dus de muur even stofvrij te maken, zodat het deze strips goed blijven plakken. Weet je dat ook gelijk? En wil je nou ook zo'n leuke fotowand? Ik zal ook eventjes de shop waar wij ze hebben besteld linken in de omschrijving hier beneden. En mocht je nou nog meer leuke wooninspiratie willen zien of do-it-yourself voor in huis, abonneer je dan ook nog eventjes op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan kan door te drukken even op die rode knop. En volg me ook op Instagram of op Facebook voor nog meer inspiratie, tips en behind the scenes foto's. En dan zie ik jullie de volgende keer hopelijk weer voor een nieuwe video.